Hey toppers, goed dat jullie er weer zijn. Hey, we zijn bijna klaar. Onze AdGuard server draait. We hebben hem een blocklist gegeven. En nu is het tijd om daar ook gebruik van te gaan maken. De bedoeling is dat we de DNS server gaan veranderen op de client. En dat kunnen we op een aantal verschillende manieren doen. We kunnen het statische IP-adres weer invoeren en de DNS server aanpassen handmatig. Wat nu veel mooier is dat we dat via de DHCP server gaan afdwingen. Nou, de DHCP servers die draait op dit moment op de pfSense machine. Die hebben een aantal video's terug, hebben we die geïnstalleerd. We gaan die aanpassen, zodat de client via DHCP het goede DNS IP-adres meekrijgt. Nou, laten we dat eens even doen. We zitten nu in het dashboard van AdGuard en daar moeten we niet zitten. Maar kijk eventjes naar het dashboard. Alles staat nu op dit moment nog op nul. En straks, als we klaar zijn, zien we daar veranderingen in dat dit dus oploopt. En dat zijn dus de geblokkeerde zaken die AdGuard tegenhoudt. Onthoud dat stukje. Oké, wat we dus nu gaan doen is we gaan naar het dashboard van pfSense. Misschien weten jullie het nog wel waar je de DHCP servers kan vinden. Die zat namelijk onder Services en dan DHCP Server. Als je dan naar beneden scrolt, dan zie je hier de Address Pool Range waar we het over hadden. En als je nog ietsje verder naar beneden gaat, dan zie je hier de WinS en de DNS servers. En het is die DNS-server die we moeten gaan veranderen. Wat we daarvoor maken, dat is het IP-adres van de server waar AdGuard op draait. En als je je nog kan herinneren, AdGuard draait op onze pfSense-box. En pfSense had het IP-adres aan de LAN-zijde 192.168.2.254. Dat vullen we hierin. Ja, nou die optie die saven we. En dan applyen we. De changes. Nu is dus de DHCP server geconfigureerd en we gaan kijken in onze Windows client of we dat nieuwe IP-adres van de DNS server kunnen verkrijgen. En daarvoor openen we een commandbox via CMD. Met het commando ipconfig/release geven we het huidige IP-adres weer vrij. En met het commando ipconfig/renew verkrijgen we een nieuw IP-adres met de nieuwe DNS-setting daarin van de DHCP server. Eens kijken of dit het doet. Nou, we zien in ieder geval dat we een IP-adres krijgen, maar we zien nog niet wat de DNS-server is. Als je dat wil weten, dan kan je het commando ipconfig/all geven en daar zou dat tussen moeten staan. Nou, als je kijkt, DNS-servers 192.168.2.254. Dus dat klopt. Nou, dan is dat in ieder geval geregeld. En dat zou betekenen dat we zometeen, als we een browser gaan openen, AdGuard actief is. En ja, een aantal zaken geblokkeerd moeten worden. Laten we daar zo eens naar kijken. Nou, dit is het moment van de waarheid. We gaan eens even kijken of dat inderdaad goed werkt. Ik heb hier een tabblad in Firefox geopend. Je ziet dat alles op nul staat. Ik ga zo meteen een website openen waarvan ik weet dat er regelmatig wat advertenties op staan. Als dat goed is, zouden die advertenties geblokkeerd moeten worden en dan zou je dit ook moeten zien oplopen. Nou, laten we eens even kijken of dat lukt. Ik maak een nieuw tabblad open en ik ga naar een bekende website, nieuwswebsite nu.nl. Daarop staan regelmatig wat advertenties en die zou hij dus moeten blokkeren. Nou, het openen van nu.nl, dat gaat gewoon prima. En ik zie eigenlijk nu gelijk al dat ik geen advertenties heb, dus dat is mooi. En als we nu dus gaan kijken in het tabblad van AdGuard, dan zouden we dus moeten zien, na een refresh statistics, dat er inderdaad nogal wat zaken geblokkeerd zijn. Ook wat je hier ziet is de client die geconnect is. Dat is 2.11. En hoeveel requests die hebt gedaan. Hier zie je hoeveel er geblokkeerd is per filter. Verschillende domeinen die geblokkeerd zijn. En ja, naarmate je zeg maar meer gebruikers en over een langere tijd AdGuard gebruikt, zie je dit ook steeds meer oplopen. Zie je best wel dat er nog aardig wat data wordt tegengehouden. En dat is dus je winst voor wat betreft je bandbreedte. Nou, ik denk dat ik je nu voldoende op weg geholpen heb met AdGuard. Er is nog veel meer mogelijk. Wat onder andere mogelijk is, is dat je hier namen aan gaat koppelen.
zodat het een heel overzichtelijk lijstje wordt. Je kan zelfs de DSCP laten overnemen door Edgard zelf. Ga er maar eens wat mee spelen. Voor nu voldoende. Mensen, dank jullie wel allemaal dat jullie hebben meegedaan. En op naar de volgende lessenserie. Hey, bedankt. See you.